Het assembleelid Amzat Abdul, lid van de commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet dierenwelzijn, heeft gisteren de behandeling in de DNA als een ware uitdaging ervaren. Een aantal zaken dat voorkomt in het staatsbesluit moet volgens hem bijgevoegd worden. Daarnaast moet een aantal punten goed worden verwoord. De zogenaamde dierenwet is voor een aantal organisaties in Suriname van groot belang. Zo houden de Henk Abraham Stichting, de Stichting Dierenbescherming Suriname en de Green Heritage Fund Suriname zaterdag een vreedzame protestdemonstratie. Met deze activiteit trachten zij aandacht te vragen voor het dierenleed dat steeds toeneemt. Abdul geeft aan dat er naar alle dieren gekeken moet worden. Ook zij die worden gebruikt voor de voedselproductie. Want ik wil wel niet dat een kip in zo'n kleine hok wordt gekweekt zoals in het buitenland plaatsvindt. Maar ik weet ook dat bijvoorbeeld de kippenteelt in Suriname dat plaatsvindt in grote kooien, in grote hokken, waarbij de kippen wel vrij kunnen bewegen. Legkippen bijvoorbeeld worden in bepaalde landen gewoon in kleine ruimtes geteeld, waarbij ze alleen kunnen leggen en zitten en eten. Dat willen we alweer niet. Maar we willen de teelt of de sector dan ook niet in problemen brengen door bepaalde bepalingen op te nemen die eigenlijk nadelig is voor de sectoren die we tot nu toe hebben kunnen ontwikkelen op een hoogte waarin we het hebben kunnen ontwikkelen. Dan stap ik over naar het onderdeel dierenmishandeling. Ik ben zeker dat wij allemaal er getuigen van zijn geweest. Het enige dat wij tot nu toe konden doen, is de persoon aanspreken of misschien de politie bellen zonder enige vorm van concrete aanpak. Ook dat wordt in deze wet verder geregeld. Het doet me goed om te mogen vernemen dat houders van dieren de bak voor tenminste 6 maanden kunnen ingaan of een geldboete van de derde categorie moeten betalen, afhankelijk van wat ze het dier hebben aangedaan. Abdul zegt verder dat met dit wetsontwerp de samenleving een instrument krijgt om op te treden tegen personen die dieren mishandelen. Assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons geeft aan dat na lang aandringen van de samenleving de wet in behandeling wordt genomen. Het proces is eindelijk opgestart om te komen tot wetgeving voor dieren. Een goede wetgeving hiervoor is wel innerverend, geeft de assembleevoorzitter aan. En ik heb ook mijn handen, toch? Diezelfde mensen die het ene dier zodanig beschermen. Ze worden geopereerd zodat ze niet doodgaan, enzovoort, enzovoort. Zelfde mensen eten andere dieren op. Dus voor de mens en de psychologie vinden we, dus mensen vinden dat het ene dier niet mag worden aangeraakt en het andere dier mag worden opgegeten. We hebben daarvoor geen verklaring, zo zijn we als mensen in onze gemeenschap gewoon gegroeid. En ik denk dat het historisch komt omdat sommige dieren ons hielpen. Honden, die hielpen ons, paarden. Dus sommige dieren zijn dienstbaar geweest aan de mens. En vanuit die dienstbaarheid, die relatie daar is gegroeid, de mens heeft zich gedomesticeerd om opdrachten uit te voeren, om te gehoorzamen, voor ons te werken. En toen we misschien niet meer op het land werkten en niet meer in het bos, maar in de stad woonden, is langzamerhand de gewoonte ontstaan om die dieren toch te houden, omdat we ook een band hebben met die dieren. Maar ik heb dit stukje speciaal aangehaald, die controverse die er in mensen en soms in dezelfde persoon is, naar dieren toe. Om aan te geven waarom waarschijnlijk deze wet al ruim een jaar in behandeling is. En ik ga u zeggen, we zijn nog niet rond, we praten hier vandaag, maar nog steeds komen er dingen binnen van alle kanten, van verschillende kanten. Omdat de mens in feite inherent een ambivalente houding heeft naar dieren toe. Sommige dieren vinden we, mogen we slachten en eten. En anderen zijn heilig voor ons, soms letterlijk. U hoorde assembleevoorzitter Jennifer Simons. Ze sprak gisteren tijdens de openbare vergadering van de commissie van rapporteurs over de ontwerpwet dierenwelzijn.